Goedemorgen, dit is het Weersinhaal van 5 oktober. De restanten van Orkaan Lorenzo die liggen inmiddels boven het midden- en zuidoosten van Europa. We zitten daardoor momenteel in rustig vaarwater en dat betekent op sommige plaatsen mist in ons land vanochtend. In het zuidoosten van het land komt nog lage bewolking voor, maar dat lost in de loop van de ochtend allemaal op. Dat betekent dat het vanmiddag op de meeste plaatsen droog is en vrij zonnig. Alleen op de Waddeneilanden valt mogelijk nog een enkele regenbui. En bij een matige oostenwind loopt de temperatuur dan op naar ongeveer 14 graden. Vanavond dan neemt in het zuiden de bewolking langzaam toe. In het noorden van het land zijn er brede opklaringen, daar dan ook de laagste temperaturen. En in het zuiden koelt het dan amper af met uiteindelijk minima tussen de 4 en 8 graden. Morgen valt vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Op de meeste plaatsen blijft het ook de hele dag bewolkt. Alleen in het noorden van het land blijft het droog. Daar kan de temperatuur oplopen naar een graad of 12. In de regen in het zuiden is het morgen hooguit 8 graden. Maandag is het dan weer overal droog bij temperaturen rond de graad of 13. Dinsdag en woensdag dan zien we meer bewolking en met name dinsdag is het nat. De temperaturen die gaan wel weer een stuk omhoog. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.